Welkom bij NoxSpellersOlder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op One Deck Dungeon, uitgegeven door Asmadi Games. Het is een spel voor 1 of 2 spelers waar je ongeveer een half uurtje tot 3 kwartier mee zoet bent. En zoals de titel al verklapt, kruipen wij in de huid van helden en proberen wij een dungeon door te worstelen om uiteindelijk de eindbaas flink klops te geven, onderwijl onszelf steeds sterker te maken. Er zijn verschillende eindbazen en dungeons waar we doorheen kunnen banen, dus laten we maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is bedacht door Chris Sieslink en wij krijgen de spelregels in het Engels. En die zijn op zich helder weergegeven met duidelijke uitleg van de verschillende stappen en goede voorbeelden erbij. En achterin nog de mogelijkheid voor de campaign mode waarbij je meerdere spellen achter elkaar knoopt en hoe je daarmee om moet gaan. En eventueel zelfs 4 spelers. We krijgen dit kladblokje. Dit is dus voor de campaign mode bedoeld. We krijgen de reference kaarten en de verschillende helden waar we uit kunnen kiezen met hun statistieken. En allemaal dubbel. Afhankelijk of je het spel alleen speelt, 1 speler, of dat je de 2 spelerzijde gebruikt. Deze prachtige hartjes om de levenspunten bij te houden, de dobbelstenen. Deze blokjes worden voornamelijk gebruikt om potions weer te geven. En dan krijgen we natuurlijk de verschillende eindbazen waar we mee kunnen gaan strijden. De levelkaarten en de dungeon zelf. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld heb ik hem even opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een held. Zorg dat je de juiste zijde naar boven hebt. Liggen de 2 spelerzijden. En je krijgt bij je held een aantal dobbelstenen, standaard statistieken. In dit geval 1 dexterity en 3 magic. Oftewel 1 paars en 3 blauwe dobbelstenen. Deze heeft 3 health, dus je kunt 3 klappen hebben voordat je uitgeschakeld wordt. Je hebt een heroic feat en je hebt een special ability. Nou, dat hebben beide characters. Dan kiezen we een eindbaas. Die heeft zijn eigen statistieken, maar om erbij te komen moeten we eerst door 3 floors, 3 verdiepingen. En we beginnen natuurlijk bij de eerste verdieping. En we gebruiken de reference kaart om bij te houden waar we zitten. We hebben hier de stairs waarmee we een verdieping lager gaan. We schudden alle dungeon kaarten en die leggen we er bovenop. En zodra die op zijn, dan komen we dus bij de stairs en gaan we een verdieping lager. En hier hebben we het level van ons team en die geeft aan hoeveel items we mee mogen nemen en hoeveel skills en eventueel bonussen en de hoeveelheid punten die we nodig hebben om naar het volgende level te gaan. Ook die zijn dubbelzijdig afhankelijk van het aantal spelers. 1 of 2 leg je die op de juiste zijde. Dobbelsteentjes, hartjes en markers die in dit geval potions voorstellen. We beginnen met 1 potion. Die leggen we klaar. En het doel is dus om uiteindelijk de eindbaas te verslaan. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld tot we dus een verdieping leeggehaald hebben. Dan gaan we naar de volgende floor en zo gaan we door tot we uiteindelijk bij de eindbaas uitkomen. En die proberen we dan te verslaan. Alternatief kunnen we verliezen. Als een van onze helden uitgeschakeld wordt, dan is het gelijk voorbij. Maar hoe ziet een ronde eruit? Aan het begin van elke beurt moet je 2 tijd spenderen om ofwel te exploren ofwel een kamer binnen gaan. Nou, een kamer binnen gaan kan alleen als er kamers liggen. Die liggen er op dit moment niet. Dus we zullen moeten beginnen met exploren. We spenderen 2 tijd, dat wil zeggen 2 kaarten, om te exploren. En exploren wil zeggen dat er 4 kaarten face down neergelegd worden. En als er nog kaarten liggen van een vorige explore, dan vul je gewoon aan zodat er weer 4 liggen. Dat zijn de 4 deuren waardoor we naar binnen kunnen gaan. Maar dat is de eerste optie, de explore optie. Zodra je eenmaal deuren hebt liggen waar je doorheen kan gaan, dan kunnen we aan het begin van onze beurt een kamer binnen gaan. Nou, begin van je beurt kost weer 2 tijd. En hou er rekening mee dat er ook altijd speciale eigenschappen van kracht zijn. Afhankelijk van waar je bevindt in de dungeon. In dit geval moeten we extra 5 tijd spenderen in de eerste beurt van elke floor. Dus ik moet nog eventjes 1, 2, 3, 4, 5 tijd wegleggen in de Dragon's Cave.
Nou, we gaan een room binnen. Nou, we hebben geen idee wat we tegenkomen, dus we draaien gewoon willekeurig de eerste de beste open. En er zijn globaal twee soorten kamers. Je hebt trap kamers, herkenbaar aan het groene symbool. En je hebt, even spieken of dit er eentje is, ja, een monsters, herkenbaar aan het gele gekruiste zwaardje symbool. En op die kaart staat hoe je hem kan verslaan. Als we kijken naar deze trap hebben we twee opties. We kunnen hem disarmen, dat kost 3 tijd en dan moeten we zorgen dat we 6 punten in paars hebben. We kunnen ook zeggen we gaan er doorheen rennen, dat kost ons geen tijd, maar dan moeten we 11 punten in paars hebben. Nou, we kiezen ervoor, je moet aan de voorkant beslissen wat je doet, bijvoorbeeld om er doorheen te rennen. Beide spelers gooien al hun dobbelstenen. En we hebben dus 11 punten nodig in paars. Nou, we hebben helaas maar 4, maar je mag dobbelstenen omruilen voor jokerdobbelstenen. Dat kost je 2 dobbelstenen en krijg je 1 joker en dat is de zwarte kleur voor terug. Als je 2 dobbelstenen inlevert, krijg je een zwarte dobbelsteen met dezelfde waarde als de laagste van de 2 dobbelstenen. Dus in dit geval hebben we een 5 en een 4. Dus ik krijg een zwarte 4 daarvoor terug. Dus in dit geval hebben we het gehaald. Daarnaast hebben we nog heroic feats en special abilities die je kunt gebruiken eenmalig per encounter om een bepaalde objective te halen. Daarnaast moet je even rekening houden met het feit dat het monster, de eindbaas, geeft ook nog moeilijkheidsgradaties. In dit geval moeten we nog 2 punten aan shieldwaarde spenderen om deze trap te voldoen. Er zit geen specifieke kleur in, dus in dit geval gooi ik daar eventjes een 5 op. Dus dat maakt de kleur niet zoveel uit. En dat wordt natuurlijk naarmate we verder komen steeds meer. Lukt het ons om de opdracht te voltooien? Dan leg ik even alle dobbelstenen weer terug. Dan krijgen we de kaart. En de kaart zelf kun je op 4 verschillende manieren gebruiken. Je kunt het gebruiken voor ervaringspunten. Dan leggen we hem hierbij. En als we 6 ervaringspunten hebben, gaan we van level 1 naar level 2. En dan kunnen we meer items vasthouden, krijgen we meer special abilities. We kunnen hem gebruiken als een item. En dat wil zeggen dat je hem onder je held schuift. En dat betekent dat je statistieken verbeteren. En in dit geval zou ik nu 2 paarse dobbelstenen gooien plus 3 gele. Dus daar word ik beter in. Sommigen hebben een speciale eigenschap. In dit geval staat er een potion, dus dan kunnen we hem hier neerleggen. En dan hebben we dus, als we een potion spenderen, keuze uit 2 verschillende potions. En andere hebben speciale eigenschappen en die kun je dus ook weer onder jouw kaart leggen. En zo krijg je extra speciale eigenschappen. En dat zijn opties nummer 3 en 4. Dus een speciale eigenschap of een potion. Nou, in dit geval gebruiken we hem voor een extra item voor deze dame. Je hebt een limiet, zoals ik al zei, je hebt op dit moment 1 item en 1 skill die je mag hebben. Dus je mag 1 item hebben en 1 extra skill erbij. Als je een beter item vindt, dan mag je een oud item afleggen. En dat worden dan alsnog gewoon ervaringspuntjes die je kunt gebruiken om te levelen. Dus je bent ze dan niet meteen kwijt. Punten die je gebruikt om te levelen, die gaan wel terug naar de aflegstapel en daar krijg je ook geen wisselgeld. Dus daar moet je even rekening mee houden. Monster werkt op dezelfde manier. In dit geval gooien we 3 blauw en 2 paars. En Googly Eyes gooit nog steeds 3 en 1. En ook hierbij moeten we de verschillende vakjes gaan afdichten. Bij dit monster is het even anders. Je ziet vakjes die het formaat hebben van een dobbelsteen. Daar kan maar 1 dobbelsteen op. Dus om deze 5 af te dekken heb ik een gele 5 of hoger nodig. Nou, die hebben we. Hier heb ik een gele 3 of hoger nodig. Die heb ik. En dit is een breder vakje. Dus daar hebben we er meerdere van nodig. En hier nog een 3 en een 5. Dus we zullen nog wat moeten puzzelen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog steeds de Dragon's Cave. En die zegt in dit geval op level 1 moeten we hier ook nog een gele 3 of meer neerleggen. Dan moeten we alleen nog de 3 zien af te dekken van onze baas. Het probleem is, Googly Eyes heeft dit en ik heb dit. Dus dit zouden we nog kunnen inruilen voor een zwarte 1. Maar we hebben een 3 nodig op 1 enkele dobbelsteen. En in een tweespelerspel mag je niet elkaars dobbelstenen bundelen. Dus je zou niet kunnen zeggen we leveren die 2 in voor een zwarte 2. Nou zou dat in dit voorbeeld ook niet helpen. Alles wat je niet afgedekt hebt, dus laten we eventjes dit weghalen. Dat zijn consequenties die je moet nemen. In dit geval moet één van ons een hit nemen. Je pakt een verwonding, die leg je op een van de characters. En we kosten ons 1 tijd. We pakken de bovenste kaart en die gaat naar de aflegstapel. Als we tenminste het groene schild vak
of de groene schildvakjes, als er meer zijn, hebben afgedekt. Dan hebben we het monster in ieder geval verslagen. En dan krijgen we het weer. En kun je dus weer kiezen, wil je het als item, wil je het als skill, wil je het als experience points. Maar zo werken de twee encounters. De traps en de monsters. Maar elke keer als we dit dus doen, gaan we enter a room. We betalen 2 tijd aan het begin van onze beurt. We gaan een kamer binnen en we gaan knokken. Nou, hier staan maar liefst 4 vakjes op. Dat geeft ook aan 4 experience points hoe moeilijk een monster is. Als je een monster zoals deze tegenkomt en je zegt, nou, dat vinden we toch niet zo prettig. Als je een deur openmaakt, kun je kiezen om gelijk het monster te gaan aanvallen. Of zeggen, we vluchten. En als je blijft vluchten, dan is de beurt gelijk voorbij. Het monster blijft open liggen. En dan kunnen we de volgende beurt zeggen, nou, we spenderen weer 2 tijd. En we gaan hier maar eens eventjes naartoe. Nou, dat is een goblin, die kunnen we beter hebben. We gooien de dobbelstenen weer en we gaan het afhandelen. Nou, zo gaan we vrolijk verder. Houd er rekening mee dat je, zodra je net zoveel hits krijgt als dat je levenspunt hebt, dan ben je uitgeschakeld en dan verliezen we allemaal het spel. Dus gebruik je potions als je die hebt op een slimme manier. En als je een nieuwe kaart eronder schuift als een potion, dan krijg je ook een nieuwe potion marker erbij. Maar zo gaan we vrolijk verder tot deze stapel leeg is. We kunnen dan nog steeds gewoon doorgaan met acties en onze beurten. Maar elke keer als we tijd spenderen om een kamer binnen te gaan of omdat een monster ons tijd laat spenderen, komt er voor elke tijd 1 marker op de stairs. En voor elke 3 markers halen we ze eraf en moet 1 van ons een verwonding nemen omdat we te lang erover doen. En dan gaat het vervolgens weer verder. Dus over het algemeen, als deze zichtbaar is, wil je er zo snel mogelijk een einde aan maken. En er een eind aan maken aan deze floor is gewoon zo simpel als zeggen, we stoppen en we descenden. En als je descendt, ga je gewoon een niveau dieper. Alle monsters die hier liggen, die worden opgepakt. Alle kaarten in de aflegstapel worden geschud. We leggen ze weer neer. En ze komen hier weer bovenop. We kijken wat het effect van deze floor. Nou, dat is alleen de Flame Aura. En die heeft alleen maar 2 effecten voor de traps en de monsters. Maar geen permanent floor effect. Dus dat is wel weer lekker. En we gaan weer beginnen. Dus we hebben 2 kaarten nodig om te exploren. Oftewel, er komen weer 4 deuren te liggen. En vervolgens kost het ons weer 2 tijd om eens een deur te openen. En te kijken wat voor vreugde zich daarachter verbergt. En zo hobbelen we vrolijk verder ook door de tweede floor en de derde floor. En uiteindelijk moeten we dan, als we de derde floor voltooid hebben, de eindbaas pakken. Voor ik daar naartoe ga, het levelen. Heel simpel. Heb je een aantal ervaringspunten hier liggen gelijk aan of hoger dan dit getal, dan kun je die afleggen en dan ga je naar het volgende niveau. En dan krijg je dus 2 items, 2 skills en in dit geval krijgen we er een potion bij. En we krijgen elke beurt 1 zwarte dobbelsteen die we gratis mogen rollen naast de dobbelstenen van onze helden zelf. Hebben we weer 8 punten, gaan we naar het volgende niveau. Kunnen we 3 items vasthouden, 3 skills en weer een nieuwe potion. En we houden nog steeds die zwarte dobbelsteen enzovoort. Enzovoort. Uiteindelijk, als het een beetje mee zit, komen we bij de eindbaas. De eindbaas gaan we in meerdere rondes verslaan. Die heeft namelijk 6 levens en elke dobbelsteen die je weet te plaatsen op een schedel, eet een leventje op. Daarbij geldt nog steeds dezelfde regel. Je moet altijd de schildvakjes afdekken om effectief aan te vallen. En je ziet dat je hier redelijke getallen nodig hebt. Plus zijn speciale eigenschap is dat de zwarte dobbelstenen niet gebruikt kunnen worden om deze vakjes af te dekken. Lukt het ons om deze te verslaan, dan winnen we het spel. Verslaat hij ons, dan verliezen we het spel. Maar op die manier wordt One Deck Dungeon gespeeld. Het idee in de vormgeving van One Deck Dungeon is leuk gedaan. Je hebt een deck wat zowel de klok is waar je mee strijdt als waar de vijanden uitkomen. En doordat je dus tijd spendeert om het een en ander te doen, haal je altijd een x-aantal kaarten uit het deck die je niet zult zien op een bepaalde floor. Tegelijkertijd worden de kaarten uitgehaald om te fungeren als items, als skills, als potion upgrades en als experience points. Waardoor een deck dus kleiner wordt en je dus nog minder tijd hebt om jezelf voor te bereiden op de volgende floor. Dus dat is een leuk in zichzelf grijpend mechanisme wat heel eenvoudig werkt, maar uiterst efficiënt is. Daarnaast heb je
verschillende eindbazen waaruit je kunt kiezen, die je op verschillende manieren dwars zullen zitten en het moeilijk maken. Dus ook daar kun je de uitdaging aanpassen naar eigen smaak. En als je alleen speelt, zul je zien dat je ability scores gewoon hoger zijn en het levelen andere prijzen heeft en dat allemaal net even wat goedkoper is. En als je met z'n tweeën bent, dan zul je merken dat de helden ook abilities hebben die elkaar versterken. En dat vind ik ook wel weer een leuk mechanisme. En het slim gebruiken van jouw helden en het opbouwen van combinaties van skills die je kunt gebruiken om de verschillende monsters en vallen te overwinnen. Dat is ook een leuk mechanisme. Dat knutselen, dat maken van die keuzes, dat is een lekker mechanisme. Aan de andere kant is het een spel waar een zekere mate van geluk in zit. Je weet niet precies wat voor deuren je open gaat trappen en of die door jouw helden makkelijk aangekund worden of dat het juist een uitdaging gaat worden. En daarnaast heb je een reeks dobbelstenen en hoop je maar dat de dobbelstenen genoeg ogen tonen. Daar zitten wel wat mechanismes in die dat helpen, zoals bepaalde skills, zoals een bonus dobbelsteen, zoals het inleveren van 2 dobbelstenen om daar een joker dobbelsteen van te krijgen. Maar je wordt aan de ene kant beperkt door: dit is de hoeveelheid dobbelstenen die er zijn. Heb je meer nodig? Jammer joh, die krijg je niet. En ja, het kan nog steeds hopeloos fout gaan. En zeker in het begin, op de eerste vloer, waarbij je echt moet opbouwen en je skills en items moet krijgen, je een beetje levelen om uiteindelijk verder te komen, dan kan het heel rap fout gaan. Dus dat is wel een mechanisme waar je rekening mee moet houden. Zelf was ik iets minder gecharmeerd van de geluksfactor en vond ik, zeker als je een beetje tactisch speelt, wederom, ik speel zelden alleen, ik heb met 2 spelers vooral zitten spelen, dat als je de abilities goed op elkaar afstemt en je kiest een beetje tactisch wie wat neemt, dat je nadat je de eerste floor doorkomt, vrij gemakkelijk doorstoot richting de eindbaas. En dan kan het redelijk makkelijk worden. Dus ik vond de balancering in dat opzicht een beetje zwaar aan de voorkant. En als je eenmaal over die heuvel heen bent, ging het bijna vanzelf. Op een paar spannende momentjes na werden we niet zo heel erg meer uitgedaagd. En dat alles bij elkaar maakt One Deck Dungeon tot een vermakelijk kaartspelletje met een leuk thema. Het is tof dat het allemaal compact bij elkaar zit en eigenlijk alles biedt wat je nodig hebt. Je hebt een sterke 1- en 2-speler variant, maar ik vond de geluksfactor en de challenge curve, laten we het mooi zeggen, de uitdaging en hoe dat ging, was ik niet helemaal gecharmeerd van. En het is om die reden dat het een oké spelletje is in mijn ogen. En vandaag een 6. Spellen Zolder.